We moeten hard trainen. We moeten serieus zijn, want ja, we zijn niet gekomen tegen grappenmakers te spelen. We zijn gekomen tegen voetballers die op hoog niveau spelen. Dus. Het Surinaamse elftal trainde hard. Keihard. In Nederland willen de mannen vooral veel ervaring opdoen. Emilio Limon was onlangs op trainingsstage bij FC Utrecht. En hij heeft de nodige tips voor het team. Nou, tips dat ik heb meegegeven is van een stelwijze wat je hier kan verwachten in Europa. Wat voor systeem men meer speelt. De cultuur rondom hier. Wat je kan verwachten van mensen, wat men denkt van voetbal. Hoe men voetbal hier eert. En de klimaat, wat je kan meenemen. Maar ja, dat zijn de kleine dingen. Ik heb ze ook op, een paar van ze erop voorbereid dat ze gewoon mentaal sterk moeten zijn. Want het is zo dat men hier meer op balbezit eerst gaat spelen en dat soort dingen. En wij Surinamers meestal houden van dat wij eerder de bal hebben. En als we het meestal niet hebben, worden we frustrerend en zo. Maar ja, dat zijn de kleine tips die je meegeeft. Het 10-jarig bestaan van de stichting Suriprofs is gevierd in de Amsterdam Arena met 2 wedstrijden. Suriname speelt tegen de winnaar van de Nederlandse Jupiler League 2009, VVV uit Venlo. Het publiek ziet een spannende wedstrijd. VVV is vooral in het begin veel sterker. Als Suriname eindelijk begint te draaien, is het al te laat. VVV wint met 3-0, ondanks het harde, serieuze trainen van de Surinamers. Aanvoerder Marlon Velter is helemaal niet tevreden. Ik heb mijn keer uit te trainen, maar niet. Terwijl ik gewoon een individuele ding aan doen, maar zelf gaat niet lukken. Je moet gewoon passen zoals we gewend zijn, gewoon erom tikken. Als je het kunnen doen, goed. Helemaal lief. Binnen 45 minuten 3-0, dan ga je echt niet tevreden zijn. Het leek alsof ze bang waren om te spelen, maar op de training had u zelf gezien. De bal werd lekkertjes rond te tikken, maar hier het leek alsof ze bang waren. Ik weet niet waar aan het ligt, maar het is niet gegaan gewoon goed. Ja, het is natuurlijk heel ander niveau voor ze. En, het gaat allemaal sneller natuurlijk voor ze. En, maar je ziet wel op een gegeven moment, het is de tweede helft, als ze wat meer druk zetten, dat het veel leuker wordt. In het begin waren ze een beetje afwachtend en dat heeft ze veel doelpunten gekost. Maar ze kunnen wel voetballen. Maar ja, een zwakte wordt vind ik nog altijd schieten, pasen, schieten. Gewoon met die hobbelballetjes aan elkaar spelen. Maar als je dat een beetje verbetert, dan wordt het wel beter. De Suriprof zelf spelen tegen een samengesteld jong Ajax. Met gerenommeerde spelers als Patrick Kluivert, Edgar Davids en Uwe Emanuelsson wordt het een spannende pot. Emmanuel van Brest is met deze vrijdag in de baan. De bal wordt getopt door Pierre Wijn.
seconden. Stop de doelman. Waardoor de Zuurkloff deze wedstrijd niet winnen. Dus 0-0. En mijn naam is Brana Abaisa. Live vanuit de Arena. Nou, mijn indruk was dat ik, wat ik heb kunnen opmerken hier, is dat de hele entourage een grote rol heeft gespeeld bij de jongens. Ze moesten echt winnen. Voor het eerst hebben dus eigenlijk ze zo'n groot stadion gezien. Ze hebben dit ervaren en als we terug gaan naar Suriname, zullen we harder moeten werken aan onze handelingssnelheid en de balsnelheid. En ook schieten en ook over de wisselpassen van de ene kant naar de andere kant. We zijn al een tijdje ermee bezig, maar ik moet zeggen, deze mensen zijn profs. Ze verdienen heel veel geld en wij zijn amateur. Dus er moet een change komen dat wij ook op een of andere dag een professional moeten worden om ook tegenstand te kunnen bieden met de profs.